Welkom bij Natuurkunde Brein, de plek waarbij je leert denken als natuurkundige. In deze video gaan we 5 examenopgaven doornemen die gaan over de momentenwet. Zet af en toe de video even op pauze, probeer de opgave even zelf en kijk dan naar de uitwerking. Laten we nu snel beginnen. De eerste opgave. In een speeltuin staat een bijzondere wip. Op deze wip kan een kind in zijn eentje wipwappen. De wip bestaat uit een balk met links van het draaipunt D een bak met stenen en rechts een rek waar een kind aan kan hangen. Je ziet een afbeelding met Leon die de wip in evenwicht heeft gebracht. De bak is gevuld met stenen. De totale massa van de stenen is 32 kilogram. Dan de vraag. Bereken het gewicht van Leon. Gebruik de momentenwet. Verwaarloos hierbij de massa van de bak waarin de stenen zitten en van het rek waar Leon aan hangt. Nou, en hier zien we al een heel mooi plaatje. Laten we dit plaatje overnemen en alle gegevens erbij zetten. Laten we beginnen met de hefboom, dan het draaipunt, dan gaan we de kracht erin zetten. Nou, aan de linkerzijde hebben we een bak met stenen, die oefenen kracht uit naar beneden. Die noem ik even F1. Nou, de bijbehorende arm is gelijk aan 1,60 meter. Die noem ik L1, zodat deze twee aan elkaar gekoppeld zijn. Nou, dan aan de rechterzijde, daar heb je Leon. Die hoeft ook een kracht uit naar beneden. Noemen we F2. Nou, de bijbehorende arm, 1,82 meter. Nou, voordat we nu verder gaan. In de tekst staat, de totale massa van de stenen is 32 kilogram. Nou, en dan moet eigenlijk al een belletje gaan rinkelen. Als je een massa hebt, dan kun je ook een kracht uitrekenen. Nou, welke kracht? Nou, de zwaartekracht. En dat is die F1. Dus laten we dat nu eerst even doen. Nou, hoe bereken je de zwaartekracht? Met de formule M keer G. Nou, invullen. 32 keer 10 is 320 newton. Nou, en dan kom je tot dit plaatje. En dat is je helemaal af. Alle gegevens nog even opschrijven. En het gevraagde. We willen F2 willen we hier zo berekenen. Nou, in de tekst staat al, gebruik de momentenwet. Dus gebruik die dan ook. Hoe ziet die eruit? Nou, die ziet er zo uit. M1 is M2, F1 keer L1 is F2 keer L2. Nou, dan gaan we alles gaan we invullen. Dan gaan we alles uitrekenen wat we kunnen uitrekenen. Nou, 320 keer 160 is 512. Dan krijg je deze vergelijking. Nou, hij is bijna klaar, alleen we willen die F2, die willen we apart hebben. Die willen we namelijk berekenen. Wat we gaan doen, we gaan die 1,82 naar de andere kant toe brengen van het is-teken. Hier staat nu keer. En als je iets naar de andere kant toe brengt, dan wordt het in dit geval gedeeld door. Dus dan krijg je F2 is 512 gedeeld door 1,82. En daar rolt daar een antwoord uit van 281 newton. Dan opgave 2. Nogmaals, zet even de video op pauze, probeer me eerst even zelf en kijk dan naar de uitwerking. Nou, en hier zien we al het plaatje. Nou, je ziet een afbeelding van de kraanarm in uitgeschoven stand. Punt D is het draaipunt. Een kracht omhoog in punt P houdt de zandzak in evenwicht. Bereken met de gegevens in de afbeelding de grootte van deze kracht in punt P. Nou, laten we weer even het plaatje overnemen met alle gegevens erin. Nou, de hefboom, het draaipunt, nou, kracht nummer 1, nou, zit in punt P, noem ik even 1. De bijbehorende arm is in dit geval L1 is 4 meter. Nou, dan de andere kracht, die zit hier zo aan het uiteinde, nou, noem maar even F2. Dat is gelijk aan 18 kilonewton en de bijbehorende arm is hier zo 14 meter. Nogmaals, zorg ervoor dat je ze aan elkaar gekoppeld hebt, dus dit noem ik F1. De arm die erbij hoort, zijn ook 1. Dit is F2. En de arm die erbij hoort, dan moet dan ook 2. Nou, nu we het plaatje compleet hebben, nog even de gegevens opschrijven. En hetgene wat we willen weten. Nou, in dit geval willen we F1 berekenen. En ik heb hier gezegd, berekenen maar gewoon in kilonewton. Namelijk als we dit gewoon laten invullen, de kracht in kilonewton, dan krijgen we ook het antwoord in kilonewton. Het gaat hier namelijk om een verhouding. Dus dat kan bij deze opgave. Nou, dan de momentenwet. Hoe ging die ook weer? Nou, die zag er zo uit. Dan gingen we weer. Nou, de gegevens kloppen.
kunnen we alles invullen, uitrekenen wat we weten. En vervolgens krijg je deze vergelijking. Nou, ook weer bij deze. We willen F1 willen we berekenen. Nou, moet die 4 eigenlijk even weg. Dus die 4 gaan we naar de andere kant toe brengen. Hier staat keer, wordt gedeeld door. Dus dan krijg je 252 gedeeld door 4. Nou, en daar rolt dan een antwoord uit van 63 kilonewton. Dan opgave nummer 3 alweer. Renske maakt tijdens de natuurkundeles een opstelling met een aluminium buis met aan het uiteinde een gewicht aan een touwtje. De buis van 1 meter lengte is een evenwicht. D is het draaipunt. Het zwaartepunt van de buis aangeven met punt Z. Dan is de vraag, bereken de grootte van de zwaartekracht op de buis gebruik de gegevens in de afbeelding. Nou, oké. Laten we eerst even een plaatje overnemen met alle gegevens daarin. Ik teken de hefboom. Ik geef het draaipunt aan. Dan ga ik de kracht erin zetten. Nou, hier heb je een kracht naar beneden. En die noem ik even F1. En dat is gelijk aan 10 newton. Als je nu kijkt in het plaatje hier zo. Dan zeggen ze hier zo een afstand van deze kracht. Tot aan eigenlijk de andere kracht. Dat is of 0,5 meter. Dat is niet de arm die erbij hoort. Want de arm is de afstand van de werklijn van de kracht tot aan het draaipunt. Daar komen we zo nog even op terug. Nou, de afstand vanaf deze kracht, F2, en het draaipunt staat wel in de afbeelding. Dat is namelijk 0,2 meter. Nou, en dan kom je dus bij het volgende. Wat is dan de bijbehorende arm van F1? Nou, als dit hele stuk 0,5 meter is en het kleine stukje is 0,2 meter, dan is dit stuk is dan dus 0,3 meter. En dat is de arm die je moet gebruiken. Nou, nu is het plaatje weer compleet. Laten we nu weer mee gaan rekenen. Nou, hier zie je nog een keer het plaatje. Ik schrijf nog een keer even de gegevens op en hetgene wat we willen berekenen. Nou, we willen F2 in dit geval willen we berekenen. Gebruik je weer de momentenwet. Ziet er nog steeds zo uit. Kunnen we weer alles invullen wat we weten. Alles uitrekenen wat we kunnen uitrekenen. Dan krijg je 3 is F2 keer 0,2. Nou, ik wil die F2 wil ik berekenen. Dus die 0,2 moet naar de andere kant. Wordt dus gedeeld door. En dan krijg je F2 is 3 gedeeld door 0,2. En dan krijg je 15 newton. Opgave nummer 4. Om een maalsteen met constante snelheid in beweging te houden, was een spierkracht nodig van 275 newton. De rolweerstand van de draaiende maalsteen was in die situatie 750 newton. Die spierkracht werd op een afstand L tot het draaipunt D van de installatie geleverd. Bereken de afstand L, gebruik de momentenwet en het gegeven in de afbeelding. Nou, hier zie je een afbeelding. Nou, in de tekst staan twee gegevens en je moet ook nog het gegeven gebruiken die hier in de afbeelding staat. Laten we nu weer beginnen met een plaatje tekenen. En dit keer gaan we hem tekenen vanaf het bovenaanzicht. Nou, hoe ziet het er dan uit? Nou, de hefboom, het draaipunt. Het is dus een installatie die je dus in beweging brengt. Nou, hoe ga je dat doen? Nou, als je aan deze kant gaat staan, dan ga je een kracht uitoefenen, een spierkracht in dit geval van 275 newton. Staat die hier in de tekst. De bijbehorende arm weten we nog niet. Noemen we even L1. Aan de andere kant van de hefboom ontstaat ook een kracht. En die is gelijk aan 750 newton. Staat hier in de tekst. Die noem ik even F2. Nou, de arm die erbij hoort is 0,6 meter. Dat kunnen we hier aflezen in de afbeelding. Het plaatje is weer compleet. Nou dan, gaan we weer alle gegevens even opschrijven. Schrijf het gevraagde op. In dit geval willen we L1 weten. Anders dan hiervoor. Nou, gaan we de momentenwetten opschrijven. Gaan we invullen wat we kunnen invullen. Gaan we uitrekenen wat we kunnen uitrekenen. Krijgen we deze vergelijking. In dit geval wil ik L1 wil ik berekenen. Nou, die moet ik dus apart hebben. Dus die 275 ga ik naar de andere kant toe brengen, wordt gedeeld door en dan krijg je
450 gedeeld door 275. En dan komt daar een antwoord uit van 1,6 meter. Dan alweer de allerlaatste opgave voor deze video. En ik hoop dat je merkt dat het eigenlijk steeds hetzelfde is. Hè? Als je steeds de stappen gebruikt, dus het maken van een tekening, de gegevens een keertje nog goed opschrijven, momenten weer opschrijven en dan verder uitwerken, dan kom je er eigenlijk altijd uit. Dan, met een motorlift kan je een motor rechtop stallen. De motorlift bestaat uit een beugel met wieltjes. Druk je de beugel naar beneden, dan komt het achterwiel van de grond. De zwaartekracht op de motor is 1875 newton. Toon met een berekening aan dat de kracht op het steunpunt P van de motorlift 861 newton is. Nou, en deze opgaves vind ik zelf fantastisch. Want ze zeggen dus hier zo, toon aan dat dit het antwoord is. Oftewel, je krijgt eigenlijk al het antwoord. Je moet alleen maar aantonen dat dat zo is. Nou, hier weer de afbeelding. Die gaan we weer overnemen. Nou, ik teken weer de hefboom. Oh, ietsje te vroeg. Teken de hefboom en daar het draaipunt. Geef het hier ook aan, hè, met het punt D. Dan, de kracht hier zo in punt P is een kracht omhoog in dit geval. Noem ik F1. Nou, de arm die erbij hoort is 135 centimeter. Noem maar dus L1. Dan de kracht hier zo F2. Dat is de kracht hier zo, dat is dus de zwaartekracht op de motor. Die is gelijk aan 1875 newton. Deze noem ik 2. Nou, de bijbehorende arm is 62 centimeter. Nou, nu heb ik het plaatje weer compleet. Dan, gegevens even opschrijven. Dan het gevraagd. In dit geval willen we F1 willen berekenen. Dan schrijf je weer de momentenwet op. Dan ga je hem weer invullen. Nou, uitrekenen wat je kan uitrekenen. Nu krijgen we dus F1 keer 135 is 116.250. Nou, F1 wil ik berekenen. 135 naar de andere kant toe brengen. Wordt dus gedeeld door. En dan krijgen we 861 newton. Nou, en nu hebben we dus met een berekening aangetoond dat het inderdaad 861 newton is. Nou, we hebben alle stappen opgeschreven en het antwoord klopt. Hebben we weer 3 punten te pakken. Goed gedaan. Nou, heb je iets aan deze video gehad? Geef dan een duimpje omhoog en dan zie ik jou in een volgende video. Later!